ik maak meer praatjes dan foto's eigenlijk. Als ik een portret maak. Dus Thomas Dekker, wielrenner, die was net betrapt op doping. En was net precies eerst een boek bezig om uit te leggen waarom die betrapt was op doping. En dat die gast zijn leven, die stopte gewoon. Dat die was binnen no time miljonair geworden. Die reed in Porsches rond en opeens was het klaar. Dus die werd geïnterviewd voor zijn boek. En eigenlijk zit hij daar in zijn waanzinnige huis in België, groot met zijn Porsches voor de deur. En hij had echt niks meer. Wat ik van tevoren bedacht, dat ik wil hem niet als trainer fotograferen. Ik wil hem niet in de trainingspak en weet je, dat staat hij altijd. Dus we hebben de hele middag zitten kletsen, radio aan of Eredivisie op en luisteren. En dan op een gegeven moment heb je dan zo vertrouwen en band met elkaar dat het gewoon gaat. Het is wel allemaal, in dit geval ook, het is allemaal met kunstbelichting, het is allemaal geflitst. Ik heb Café Verstand bestond vorig jaar 40 jaar en ik woon ernaast. Nog wel, nog een weekje. En ik heb daar gewerkt, ik heb een vrouw daar ontmoet, dus we hebben daar wel een band mee. Dus ik heb bedacht 3 jaar geleden, ik ga een boek maken over de vaste klant van Verstand. Daar heb ik 2 jaar over gedaan. En de voorwaarde eigenlijk voor iedereen die meedeed, ze mogen komen, we praten. Ik kies de foto uit en er is eigenlijk geen discussie over. Je mocht kiezen tussen een caféstoel, staan of een barclub. Dat was de keuze. Marco, oud barkeeper van Verstand. Drinkt heel veel koffie, drinkt altijd koffie. Is ook altijd op een bepaalde manier gekleed. Maar wel de blote voeten, ook al vriest hij zijn schoenen van zijn voeten. Hij heeft al blote voeten. Maar wel handschoenenwijs. En Riet, bijna 80 jaar was ze toen hij op de foto ging. Die kleed zich altijd fantastisch. Ik kreeg een adres en ik wist niet meer wie ik toe ging. Dus ik moest hier voor Marjan Berk moest ik naar de Weerribben. En ik belde bij dat huis aan het water. En dat Groot Schilling was makkelijker, want die woont mij om de hoek. Dus toen ik dat adres kreeg, was het wel duidelijk. Jona Freud, culinaire journaliste. Toen kwam ik echt in midden in Amsterdam op een boot aan en ik wist echt niet wie het was. Wat betreft Vincent Bijlo, dat ging over het ruiken van eten en wat wel of niet zou stinken. Dus die heb ik op een mestvaal gezet. Maar hij heeft altijd hele mooie schoenen aan. Maar in die wel nu voor, omdat het toch een beetje vies is, hadden we voor van die sokjes over zijn schoenen. Calliope, dat is nu op dit moment de componist des Vaderlands, de Griekse. Die heb ik voor Dagblad Trouw tijd een portret voor haar gemaakt. En dan blijven er zeg maar 40 fotografen over die verantwoordelijk is voor alle fotografie, voor alle ministeries, maar ook voor de RIVM's of de NVWA of de Rijkswaterstaat. Dus ik ben heel veel met bestuurders op pad, ook ben heel veel met ministers onderweg of statie.